Een groep vrienden die heel veel interesse hebben in American football, die hebben gemeend om er meer gestalte eraan te geven. Nou, zij zijn gestart met een American Football Suriname League. En vandaag, deze zaterdag 8 oktober, hebben zij dan hun tweede activiteit georganiseerd. En dat is dan een clinic door de bekende Nederlandse voetbalcoach Winston Ronde. Het geheel heeft plaatsgehad in het Lalaroek gebouw en wij van TBN Prime Alert. We spraken er met Prayaj Kewalbansing, Rowan Sanvisi, Tiso Dans, de jongens van het eerste uur, de jongens die de American Football Suriname League willen oprichten. Vervolgens spraken wij er ook met Winston Ronde, de coach uit Nederland, die dit graag wil helpen trekken. Heren Prayaj Kewalbansing, Roan Sanvisi en Tiso Dans. Heren Kewalbansing, met u beginnende American Football in Suriname. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig? American Football Suriname is ruim een jaartje aan de gang. Langer zelfs. Het is begonnen als een kleine vriendengroep. En we zijn als organisatie serieus bezig sinds juni, ongeveer mei, juni. Wat bedoelt u met serieus bezig? Wat doen jullie nu allemaal serieus? Wat pakken jullie nu serieus aan? We hebben ons georganiseerd. Foremost, we zijn nu een stichting. Stichting American Football Suriname. En we zijn ook gestructureerd in onze trainingen. We hebben vaste trainingsdagen, dinsdag, donderdag en zondag. Vaste tijden. Een vast groepje mensen hebben zich ingeschreven. Dus dat is wat ik bedoel met organiseren. We hebben ook al een event gehad hiervoor. En dit is ons tweede event. En waartoe moet dit gaan uitgroeien? Tot een landelijke sport. Die met een nationaal team. Waar we ook op internationaal niveau opereren. Dus jullie gaan naar één nationaal team, niet verschillende teams? Ja, dat is het nationaal team. Dat is zeg maar de pinnacle. Maar we hebben een basis. En dat zal zich verspreiden over de scholencompetitie en de nationale competitie. En dat bestaat dan uit meerdere teams. Ja, ja. Dus maar komen jullie al, spelen jullie zelf al wedstrijden? Nu nog niet. Nu nog niet. We spelen wel wedstrijden onder elkaar. Ja. Maar zoals dat zou moeten, zoals in Amerika, teams tegenover elkaar, dat is nog een droom. Dat is waar we naartoe gaan, ja. Ja, en u zei, dit is jullie tweede activiteit. Wat was jullie eerste activiteit? We hadden een kleine competitie onderling, one-on-ones, met wat het publiek erbij. We waren ongeveer 60 man aanwezig. En we hadden een prijspakket. Tiso heeft de prijs gewonnen. voor wie eigenlijk de beste waren. Dus dat was het. Ja. Ja. Dan gaan we bij hem, meneer Dans. American football, van waar heb je het geleerd? Nou, het is als jeugdige was het altijd mijn droom geweest. En toen zag ik een vriend van me dat spelen. En toen ben ik ermee bezig geweest. Hier in Suriname zelf? Ja, hier in Suriname. Okay. Het was zeg maar toen nog echt onderling een balletje gooien. Dus vanaf het fundament was ik erbij. Ja. En is het een vrij technische sport? Nou, het is een vrij tactische sport. Mm-hmm. En je hebt best wel fysieke kracht ook ervoor nodig, maar het is meer in je hoofd. Ja. En wat zijn jouw plannen, wat zijn jouw dromen, wat wil je bereiken met American football? Nou, mijn dromen, ik ben best wel oud, dus ik weet niet hoe ver ik het kan schoppen. Ik zou het wel ver willen schoppen met de sport, maar mijn main goal is om de jeugd van Suriname deze sport aan te leren. Ja. En meneer Sanvisi, ja, wat is uw rol binnen het geheel? Op dit moment ben ik deel van de stichting, dus in het heel bestuur zit ik ook. En daarnaast ben ik speler en daarnaast probeer ik uit te oefenen het coachen. En ja, dat is het. Ja. Coachen van wie? Wanneer de coach aanwezig is als bestuurlid, dan neem ik dan de coachingpositie over. Mm-hmm. Om dan een beetje conditie erbij, catching drills, een aantal drills erbij te doen. Waarbij we eigenlijk de spelers en de jongens die komen opdagen bezig zijn warm te houden. Het beste uit te halen. Ja, heer Kewalbansing, de clinics, dat is voor wie geïnteresseerden? Het is eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in Amerika voetbal. Dus voor spelers, mensen die willen coachen, mensen die als scheidsrechter willen optreden, maar ook voor organisaties, voor LO-docenten, voor iedereen die een beetje interesse heeft voor sport. Amerika voetbal is heel overkoepelend, heel inclusief. Dus
er zijn een heleboel sporten die met Amerika Voetbal samengaan. Ja, en wie verzorgt de kliniek? Coach Winston Ronde. Hij is oprichter, medeoprichter van Amerika Voetbal in Nederland. Hij heeft 40 jaar ervaring, internationaal gecoacht. En die is nu hier om ons wat te leren. Op uitnodiging van jullie? Op uitnodiging van ons. Ja. En uit eigen initiatief ook een beetje combinatie, hand uitgereken. Zien wat we doen, de beweging. En zich ook geïnspireerd voelen om ons te ondersteunen. Ja. En wordt er slechts één activiteit met hem? Nee, we hebben vandaag is een theoretische kliniek. We noemen het een coaching kliniek. Maar het is ook gewoon voor spelers. Je leert theoretisch meer over de sport. En we hebben morgen een players clinic. En dat is dan op het veld en dat is praktisch. Ja. En hebben jullie een eigen veld? We hebben een vast veld waar we spelen. Dat is de Witte Lotus. Mm. Ja. Zijn er voor ons is het vrij nieuw hoor. Dus ja. Daarom dat ik heel veel erover wil weten. Mm. Maar je inrichting van je veld, is dat anders dan we kennen zoals in Suriname voetbalveld? Ja, dat is anders. We werken met yards. Je hebt een normaal Amerika voetbalveld is 100 bij 50 yards en heeft daarna aan het einde nog endzones. En bij voetbal is dat anders. Dus het lijkt er wel heel erg op in dimensie, maar het is niet hetzelfde. Ja, en Witte Lotus, het veld van Witte Lotus, die leent zich daarvoor? Ja, die kan dat faciliteren. Okay. Ja. Vertel ons een beetje in American football termen, dat dingen die komen bijkijken. Wat heeft hij in uw hand? Nou, ik heb een American football bal in mijn hand. Mm-hmm. Hij is niet rond zoals alle andere ballen. Wat wilt u precies weten? Dus, de opbouw van een wedstrijd. Nou, een wedstrijd die spelen sowieso tegen elkaar. Ja, hoe start het allemaal? Nou, je hebt 4 downs. Je hebt 10 jaar, je moet binnen 4 downs, 4 proberen, 4 tries moet je binnen die. Jezus. 10 jaar. Eigenlijk je binnen die 4. Je moet binnen die 4 tries, ja, dus die 4 downs, en dan moet je eigenlijk 10 yards proberen te raken. Ja. 10 yards en meer. Dus eigenlijk als je 20 yards hebt, heb je eigenlijk de first down. Dan gaan we weer beginnen met opnieuw tellen. Ja. First down, dan ga je weer naar 2, 3 en 4. En als je weer binnen die ene keer dat je hebt gewonnen, ga je verder en zo. Als je die 4 tries niet hebt gehaald, dan heb je geen enkel punt. En hoe is de score? De scoring is, je krijgt punten op verschillende manieren, dus het is heel erg lastig. Sowieso 1 touchdown is 7 punten. Dat is 6 punten. Ja, 6 punten. Ja. Oké. Okay. En jullie willen dit dus tot een sport, een bekende sport in Suriname gaan maken, heren. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Los van dat er geïnteresseerden zijn, heren Kewelbaan Singh, wat komt er allemaal bij kijken? Sowieso, je hebt een veld nodig. Dat hebben we dus nu al. De Witte Lotus, daar zijn we. Je hebt daarnaast equipment nodig. We doen de non-contact versie van Amerika Voetbal op dit moment. Mm-hmm. Daarvoor een andere versie ook? Je hebt 2 versies. Je hebt een contactversie en een non-contactversie. We doen nu flag, dat is een non-contact. Daarvoor heb je vlaggetjes nodig en een bal. En voor de contactversie, daar heb je een stuk meer voor nodig. Die heer die net hier in een pak liep, dat is een voorbeeld daarvan. Shoulder pads, helms, protective gear. Ja, dat komt erbij kijken bij tackle voetbal en natuurlijk ook trainingsequipment. Ja. Ja. Er is dus toch wel een kostenplaatje. Als je wil meedoen. Ja, dus dat is een kostenplaatje. Daarom gaan we het. We hebben onze strategie, onze speerpunt is eerst flag football. Dat is heel laagdrempelig. Qua kosten, maar ook fysiek. En iedereen kan eraan meedoen. Jongens, meisjes, vanaf jongs af aan iedereen. En flag football is heel erg in trek wereldwijd. En dat is dus onze eerste speerpunt. En dat gaat een basis vormen. En vanuit die basis die zich gaat ontwikkelen, komt tackle voetbal erbij kijken. Dus het is een beetje, we gaan het tactisch aanpakken om toch die kosten te kunnen te behappen, zeg maar. Ja, ja. Maar bij jullie al moet men van head tot toe ook zo gekleed zijn? Nee, we zijn nu echt bezig met flag. Mm. Flag, dat is een hele goede basis. Je leert de technieken heel erg goed. Je bent heel erg bezig met. Dus meneer
die zo al kunnen... Ja, vlaggetjes om zijn heup en dan is hij... Dan wel sportkleding natuurlijk. Ja, ja, of met een zandvisie zo. Ja. Ja, bijna. Ja. 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 Uh-huh. Maar in de future, in de toekomst, willen jullie wel naar de tweede versie zijn? Ja, ja, zeker. Zeker, zeker. Dus dat is eigenlijk de bigger goal naast flag football. Dat we gaan naar die tackle. Dus eigenlijk om de interesse te brengen in die flag. Om eigenlijk te zeggen, hey, dit is een goede aanvoeling. En dan kijken als ze geïnteresseerd zijn voor die tackle. Ja. Maar dat is wel wat, dat is eigenlijk wat we echt wel willen. Ja. Personen die dit vandaag gemist hebben, de kliniek, heer Kewelbaan Singh. En toch interesse hebben. Ja. Hoe kunnen ze met jullie in contact treden? We hebben social media kanalen. Facebook, Instagram, IFS, TikTok, IFS, American Football Suriname. Je kan ons heel makkelijk bereiken. En ja, dat is de manier. Ja. En je hoeft niet zo als een reus gebouwd te zijn als we kijken naar die American Football. Voorbeeld aan mij. Eigenlijk, het sport gaat niet om groot en klein. Het gaat om the willing to want to do it. En natuurlijk, dan ga je erbij leren van hoe ga je om met de techniek. Ga je leren hoe eigenlijk de dingen te kunnen gebruiken, hoe te kunnen defenden, hoe te kunnen offense kunnen zijn. Dus als je groot bent, klein bent, dun bent, noem maar op. Iedereen. Je bent welkom. Ja, en ik hoorde iets moois dat u zei. Mm-hmm. Ook dames zijn welkom. Ja, zeker. Ja. Meisjes, vrouwen, dames. Vanaf 12 jaar. Ja, dat zou ik net vragen, de leeftijdsgrens. Want meneer Tissot zegt, hij voelt zich al oud. Nou kijk, we gaan uitbouwen naar die competitie. En die gaat bestaan uit 3 leeftijdscategorieën. Dat is? 12, 16, 16, 18 en 18 plus. Hoe populair is de voetbalsport daar in Nederland? Nou, in vergelijking met het gewone voetbal is het natuurlijk een kleine sport. Ja, en op Europees niveau zijn we wel een van de kleinere landen. Om even een beeld te geven, in Duitsland heb je 100 verenigingen en in Nederland heb je 20. En wat is je cv wanneer het aankomt op voetbal? Hoeveel tijd heb je? Ja, de belangrijkste? Ja, de belangrijkste is dat ik een van de oprichters ben en een van de pioniers van de sport in Nederland. En let wel, één van de, dus ik ben niet de man, maar ik ben wel één van de oprichters van de grootste vereniging en de meest succesvolle vereniging in Nederland. Ik ben bondscoach geweest, hoofdcoach. Ik ben 2 Europees kampioen geweest met mijn club als hoofdcoach. Ik heb in Amerika op high school gecoacht en op college gecoacht. Ik heb de Super Bowl mogen verslaan live vanuit het stadion in Amerika voor Kanaal Plus. En, dus American Football is al 40 jaar mijn passie in mijn leven. Ja. De jongens hier achter u hebben een bepaalde droom en wens. Maar om dat om te zetten tot succes, wat hebben ze nodig? Saamhorigheid. Ja, en doorzettingsvermogen. Ja. En ziet u dat al bij hun? Nou, wat ziet u bij hun? Ik ben zo trots op deze jongens. En ik vanaf het begin, ze weten niet wat ze met me doen. Ja, want mijn passie in mijn geboorteland terug te vinden en daar een onderdeel van te kunnen zijn door hun initiatief. Ja, geweldig. Ja. Blijft het allemaal dan bij clinics van u uit? Nou, wat mij betreft ga ik zoveel mogelijk ondersteunen daar waar nodig. En zoveel mogelijk inzetten mijn kennis en mijn contacten, mijn netwerk, om dit tot een succes te brengen. Ja. Dus na vandaag, wat gaat u verder doen? Na vandaag gaan we praten, ja, organisatorisch. Ja, wat gaat de stichting, waar kan ik de stichting ondersteunen? Internationaal, er loopt in Nederland zoveel Surinaams talent en kennis rond binnen deze sport, die de sport in Nederland ook groot gebracht hebben. Zelfs in Amerika hebben we Surinamers rondlopen die op het allerhoogste niveau in Amerika gespeeld hebben. Waarvan ik zeker weet dat die graag dit initiatief willen ondersteunen en bij willen dragen tot het succes wat het kan gaan worden. Wat zou je van hieruit aan geïnteresseerden willen zeggen? Nou, het is een geduld. Ja, het is niet een sport die je 1, 2, 3 pakt. Je moet even doorbijten om de kennis van de sport je eigen te maken.
Maar als je het eenmaal hebt, pas op, het is een gevaarlijke sport. Het is een drug. Het is verslavend. Ja, absoluut. Saamhorigheid is er dus één. Welk ander advies zou je dus dan willen geven aan deze jongens? Het is meer het doen. Ja, we hebben allemaal heel mooie ideeën. We weten vaak gewoon wel waar we naartoe willen. Maar het doen van de stappen ondernemen, dat is wel een van de dingen die belangrijk is. Dus het doen van datgene wat je voor ogen hebt. Echt doen, met elkaar doen. En het is een nieuwe sport. De sport vraagt ook een bepaalde attitude. Een andere attitude als wat ze bij andere sporten gewend zijn. Dat kan ik zeker. De attitude is met meer, het is een teamsport. Net even iets anders als de andere teamsporten. Zoals u al de vraag had gesteld van, moet je alleen groot zijn om mee te doen? Nee, niet zoals in basketbal. Als je niet 2 meter bent, dan kan je niet echt op hoog niveau meedoen. Je moet een bepaalde lengte hebben. Andere teamsporten vragen bepaalde lichaamsbouw om daar op een bepaald niveau mee te doen. Nou, hier heb je op elke positie, als je naar mezelf kijkt, ik ben ook niet de grootste. Maar op elke positie heb je gewoon iemand waar iemand kan spelen. En die samenhorigheid, die broederschap, dat je elkaar nodig hebt om dus tot een succes te komen als team, ja, dat maakt het uniek.